Hoi, welkom op mijn YouTube-kanaal. Een paar weken geleden kocht mijn broer op een rommelmarkt deze fles. We waren samen op de rommelmarkt en daar zagen we dus een verkoper met allerlei reclamedingen voor bier onder andere. En deze halve fles die was te koop voor 5 euro. Nou, leuk ding. En mijn broertje dacht, mijn tweelingbroer, die dacht dat het misschien leuk was om daar verlichting in te maken. En dan zou het een leuk item worden om op te hangen in zijn man cave. Nou, ik denk dat het ook oorspronkelijk een verlicht reclamestuk geweest is. Die witte binnenkant hier, die zorgt voor een mooi diffuus effect als je er een lampje in schijnt. En hier waar het etiket zit, daar zie je ook aan de binnenkant, kan je het goed zien, daar zit geen groene verf aan de buitenkant. Zodat het licht mooi fel doorschijnt tegen het etiket. Er zit ook echt een etiketje op. Zie je? Dat is plastic, geen papier natuurlijk. Maar we gaan er dus een achterkantje in zetten en dan LED-verlichting erin maken. En dan wordt het inderdaad misschien een leuk item. Ik heb een mooi plaatje hout. En dan gaan we de fles op aftekenen. En dan kan ik dat mooi uitzagen. Nou, eens kijken. Ik heb goed binnen het lijntje gezaagd. En het is heel goed gegaan. Nou zitten hier aan de zijkant zitten schroefgaatjes. Hier eentje en hier eentje. Hier bovenin ook nog eentje. En daar moeten dus eigenlijk blokjes komen, zodat ik daar schroefjes in kan draaien. Dus ik ga nu een paar houtblokjes maken, die ik op de juiste punten kan vastlijmen. Vier blokjes. Ik kan die vierkante blokjes hier wel oplijmen, maar die fles die loopt nogal naar binnen. Dus ik moet ze waarschijnlijk toch heel erg afronden, want ze zijn nu veel te vierkant. Maar goed, ik lijm ze deze maar eens op. Dan kan ik daarna met de vijl kan ik ze wat rond maken. Dat was een restje grondverf. De klonten zaten erin. Maar goed, het is wit en daar gaat het om. Het hoeft niet heel erg mooi te worden aan de binnenkant. Als het maar wit is, om een beetje licht te kunnen reflecteren. Voor de verlichting ga ik deze twee LED's gebruiken. Dit is een LED-lampje. Dat is zo'n ding die ik ook heb gebruikt in een 3D-printer. Die zogenaamd voor auto's bedoeld zijn. Maar ik zou ze niet in mijn auto monteren hoor. Kijk, die dus. Er is alweer één draadje los. Maar die komt dus daar om de fles te verlichten. En hier op de plaats van het logo hier, van het label, komt een extra lampje. Ook een LED-lampje. Wat ik een keertje heb gekocht voor een experiment. Nooit gebruikt. En dat komt dus daar. En die samen die vormen dus de verlichting. Dat ronde LED-lampje heeft een gelijkrichter achterop. Waardoor die niet helemaal vlak wil liggen op de onderplaat. Dus daarom lijm ik eerst dit houten blokje achterop. En dan kan hij daarna mooi
vlak liggen zo in de fles. Deze strip dubbelzijdig plakband, die kreeg ik bij de LED-strip. Dus die ga ik gebruiken om die LED-lamp vast te plakken. Dus die gaat gewoon daarop. Zo. Die LED-strip die heeft aansluitingen aan de bovenkant en aan de onderkant. Dat is erg handig, want dan kan ik die bovenste gebruiken om de twee LED's aan elkaar te verbinden. En dan gebruik ik de onderste aansluiting van de LED-strip om zo meteen de voedingsconnector aan vast te solderen. Zo. Dit is de aansluiting voor de voedingsstekker. En die maak ik gewoon hier onder in de fles. Maar het gat wat ik moet maken is nogal groot. Dus ik heb even de grote boormachine erbij gepakt. Want deze boormaat die past er niet in mijn accuboormachine. Dus nou, daar gaan we. Te gek. Leuk ding geworden, hè? Leuk om aan de muur te hangen in de man cave van mijn broer. Het is niet echt iets voor in de huiskamer, maar in een man cave past het wel aardig. Ik was zelf aangenaam verrast over de manier waarop die witte binnenlaag in de fles het licht eigenlijk diffuus maakte. Want je ziet helemaal niet dat er een LED-strip in zit. Het is echt heel mooi diffuus en egale glans of een schijnsel, hoe je dat noemt. Erg goed gelukt dus. Voor nu zeg ik, hey, bedankt voor het kijken. En als je nog geen abonnee bent, abonneer dan eventjes. Het is gratis. En dan zie ik je graag de volgende keer.